mensen. Even kijken hoor, we zijn nu in Vreeland. Maar die GoPro zit niet, het zit scheef op mijn helm, dus daarom is het deels een beetje klein. Nou, hij doet het nu, ik heb ook een kaartje doen, dus hij moet nog mooier zijn. Als ik rechts zit, nou, ik weet het niet of het allemaal is zo. Zo, als ik zo zit, zie je het wel. Nou, ik ga even binnen door naar Nicht Perfect, en dan kijk ik wel waar ik heen ga. Hoe dan? Ik zie mijn bestaan gewoon niet meer. Ik moet het met vloer. Ik zei zo van, dankjewel. Ik zoek ook even boompjes. Ik weet niet of het een rommel is, maar ik wil een mooie boom verkopen. En dan trap ik op het gedeelte dat niet beweegt op mij. Kijk, hier heb ik al goed vaker gereden. Alleen nooit met die GoPro natuurlijk aan de helm. Oh ja, man. Maar van die onoverzichtelijke weggetjes. Oh, kijk, een boom. Ja, dat is een boompje. Als je een motor hebt, je kan overal lang. Ja, goed, dat weet je niet meteen of je dat moet. En dan denkt zo'n klein autootje nog dat die heel groot is. Dat is zo grappig. Die wind, misschien wordt die wat beter gereduceerd. Ik heb mijn mediamot erop zitten. Oh ja, hier, dit ken ik. Hier heb ik al eens een keer foto's gemaakt. Een gatje in de weg, dus ik moet even aan de kant. Ja, ik ben zo aardig tegen mensen, ik zwaai altijd ook naar iedereen. Dan denken ze, oh, dat is een sociale motorrijder, hè? Ik weet niet of jullie mij horen, ik praat echt heel hard. Juist, die inimini-weggetjes. Ik vind het geweldig.
Naar bloemetjes, een hondje. Maar daar stond iemand, hè? Ach jeetje. Dat gaat niet. Hoe gaan we dat doen?